FC Winterswijk tegen Doetinchem. De belangrijke wedstrijd als je naar de stand kijkt. Winterswijk 48 punten. Op de eerste plek OBW tweede 46 punten. Varsseveld derde 43 punten. En Doetinchem vierde met 43 punten in deze derde klasse C. De druk zal groot zijn voor de ploeg van Erik van Zutphen. Er zijn vele scenario's denkbaar wat dat betreft. Want mocht bijvoorbeeld Winterswijk vandaag verliezen en de nummers 2, 3 en 4 die winnen. Ja, dan kan in de laatste wedstrijd van het competitie gebeuren. Dan kunnen er zo nog maar 4 ploegen kampioen worden. Winterswijk wat een beetje in de dip heeft gezeten na die 3 verloren wedstrijden. Vorige week dan weer gewonnen, dus weer een beetje in de winning mood. En het is afwachten of dat... Ja, die lijn die daar dan weer in zit, die stijgende lijn, of dat vandaag vastgehouden kan worden. Doetinchem is geen slechte ploeg, daar moet absoluut rekening mee gehouden worden. Winterswijk oogde rustig in deze openingsfase van de wedstrijd. Een goede bal kan die binnengehouden worden, kan inderdaad binnengehouden worden. Klein paasje Sjabetitsjan en een doeltrap, zegt de scheidsrechter. Maar ik zijn rustig oogend Winterswijk er wel. Als we nog eventjes terugkijken naar de wedstrijd tegen Varsseveld. De wedstrijd tegen RKZVC. Waar de ploeg wat zenuwachtig oogde. En eigenlijk nu in de beginfase zo rust uitstraalt in de ploeg. Vanuit de achteruit weer opbouwen. En dan de lange bal. Nu van Mulder in de richting van Sabatici. Neemt er goed aan op de borst. Is dit dan de 1-0? Is dit de 1-0? Ja! Het is de 1-0. Het doelpunt van Yashinu Adigi. Goed voor Winterswijk. Sabatic neemt hem goed aan op de borst. En legt een pan klaar neer voor Yashinu Adigi. Die hem met het hoofd in het net kopt. En heeft het ruim 22 minuten geduurd voordat die bal dan eindelijk in het net belandt. Maar wel verdiend. 1-0. Ja, en dan nu kun je doorgaan natuurlijk. Sabatici die bal net iets hard voor zich uit speelt. Doelman Bloemenkamp op tijd uit zijn doel. Winnen moet Winterswijk sowieso. En of het vandaag de kampioen wordt, daarmee is het afhankelijk wat OBW doet natuurlijk. Maar nu doet er hem. Maar één man in de 16. Maar goed. De voorzet komt er niet, maar wel een hoekschop. Ruben ten Brundel voor Doetinchem achter de bal om de hoekschop te gaan nemen. Die bal die draait er gevaarlijk in. Zo, en dan wordt die bal nog een keer teruggelegd. En dan is het de doelman Danny Vergeer. Die bal knap uit de lucht plukt voor Winterswijk. Ralf van den Burg speelt hem terug in de richting van Yashinu Adigi. Die moest iets meer teruglopen, maar kan hem toch kwijt aan Mulder. Mulder legt hem dan weer terug. Vrije man aan de linkerkant is Van Dijk. Van Dijk die heletjes uitgeleid. Kan die bal toch nog even in de richting van Sabatic. Sabatic heeft iets moois in gedachten. Die zoekt dan de achterlijn op. Moet dan eventjes weer wat inhouden. Kan hem misschien eventjes teruggeven in de richting van Daan van Dijk. Hij kiest dan in de richting van Wiggers. Wiggers die dan weer in de richting van Uwediki gaat. En zo komen we heel eventjes weer terug. Maar dat maakt niet zoveel uit natuurlijk. Het is gewoon even de bal nu in de ploeg houden. En dat doet Winterswijk goed. Uwediki. De bal is te hard. Sabatic die vrij eenvoudig het balletje overneemt van zijn tegenstander. Met een 1-2'tje via Yashinu Adigi teruggespeeld in de richting van Wiggers. Wiggers in de richting van Beijers, Julien Piquet. En zo weer in de richting van Mulder naar Luierink. Ja.
Lange bal van Julien Piquet. Die bal die stuit het dan net iets de andere kant op. En zo kan die bal verdedigd worden door Kappert. In de richting van de eigen doelman. Half uur onderweg. 1-0 voor Winterswijk. En Luiering weer. Genaat probeert die bal in één keer door te kaatsen. Dat lukt niet. Sleiding leek me gestrekt been, maar scheidsrechter zegt niets aan de hand. Dus mag doet hij hem doorgaan. Dan wordt die bal aardig goed aangenomen in de 16. En dan stuit hij die bal net iets te veel. En daardoor kan hij eigenlijk weer niet in één keer goed meegenomen. En dan toch nog een voorzet. Dat is knap van Huy Oran dat hij die bal toch nog voor krijgt. Maar Danny Vergeer let goed op. Wiggers weer met die lange bal. En dan lijkt er achterhoede van Doetinchem toch weer wat te slapen. Want Uwediki kan daar met alle tijd die bal rustig aannemen. En hem ook nog voorzetten. En dan is het Sabotic die de bal voor het intikken heeft. En is doelman, ik noemde hem straks een paar keer Bloemenkamp. Maar het is Pim Derksen natuurlijk, de doelman van Doetinchem. Voor de tweede keer geklopt. Een paar centimeter buiten het 16 meter gebied. Doetinchem zou zomaar terug in de wedstrijd kunnen gaan komen. 2-0 voor Winterswijk. Dan komt die bal. Die gaat in de muur. En dan misschien in de rebound. Nog een keer in de muur. En dan is het stellen. Die, wat deed hij eigenlijk? Maar het balbezit weg. De paas is niet goed in de richting van Van Dijk. En zo kan Doetinchem weer overnemen. Die paas is ook niet goed. Dan moet er gewoon even geruimd worden, denk ik. Dan kan de ingooi komen. Die komt ook aardig ver. Weggekopt door Bijers. Stellen dan nog voor Doetinchem. Tussen twee man door. Knap gedaan. En dan... geen goede voorzet. Die bal wordt weggewerkt. En dan is er de ruimte voor Winterswijk. Met een paas in richting van Ralf van den Burg die op snelheid is. Die moet hem geven in de richting van Daan van Dijk. Maar die bal die moet wel op maat zijn. En oh, 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 oh. Daar was de 3-0 in de maak. Maar de paas van Ralf van den Burg is niet helemaal zuiver. En dan kan Daan van Dijk er niet bij komen. Wel snel uitgespeeld. Maar niet goed afgemaakt. Wedigi, Sabotic, Sabotic legt die bal in de 16 en Van Dijk niet. En begint met die Genaat wel. Nee, ook niet. Weer een goede redding van de doelman van Doetinchem. En de zoveelste mogelijkheid voor Winterswijk. Ja, de scheidsrechter die dan maar fluit voor het rustsignaal. En Winterswijk verdient dat wel, gaat rusten met een 2-0 voorsprong. Maar ja, dat had wel 4-5-0 op het bord kunnen staan. Maar goed. De thee zal in ieder geval smaken aan de kant van Winterswijk. Met die 2-0 voorsprong bij rust. In de richting van Schouten. Schouten die de 16 zomaar in kan. Schouten. Schouten, ja. Die doet dat knap hoor. De uiterste hoek gezocht. En dit is een heel mooi doelpunt van Doetinchem. De vlag gaat omhoog voor buitenspel. Dat was het nou in dit geval ook niet voor Doetinchem. En dan gaat daar de 3-2. Ja. Ja, dat staat men aan de kant van Winterswijk even te slapen. De vlag gaat omhoog voor buitenspel, wat het absoluut niet is. Bram van Doren die komt dan met de voorzet. En dan staat men achterin bij Winterswijk even te slapen en gaat gewoon de 3-2 erin. Wel van den Burg mag naar de kant. Of is het, nee, Eugen Wiggers. Ja, dat is mooi voor hem. Zo applaus aan de kant. 10 minuten nog, officiële speeltijd. Maar er gaat nog wel wat blessuretijd bij komen. 3-2. Patirou. Patirou, speel hem dan in de richting van Sabotic. Tuurlijk. Nou, die had er wat meer mee kunnen doen. Maar hij speelt hem dan door in de richting van Patirou. Als hij de achterlijn kan halen en die bal binnen kan houden. En dan de voorzet er wel komt. Maar de doelman daar tussen zit. En Sabotic last heeft van kramp. Sabotic kan niet meer verder. Christophe Tenkink wordt ze vervangen. Maar goed gespeeld. Twee keer gescoord, Sabotic. Tenkink. Eerste bal opzet, de kopbal.
Bart Roer, die laat die bal open voor Tankink. Die kan hem misschien tussendoor passen. Tankink die de achterlijn wil opzoeken. Dat lukt hem dan in tweede instantie. En oh! Koud in het veld en wat een doelpunt van Christoph Tankink. Goeie genade zeg. Ongelooflijk. En het wordt gevierd als een bevrijding deze treffer. Maar wat een mooie. Dan denk je aan een voorzet. Maar dan gaat hij gewoon het doel in. De Winkel. En een 1-2'tje via Renaat. Daniel de Winkel legt die bal. Tanking voor zijn tweede. Ja. En zo wordt het toch nog een ruime overwinning voor Winterswijk. 5-2. Eindelijk kon hij yes zeggen. Geert Wevers. De fusieclub FC Winterswijk. Kampioen in de derde klasse. Dankjewel. Dankjewel. Erik van Zutphen, gefeliciteerd. Dank je. Hoe mooi is dit? Ja, als fusieclub meteen kampioen wordt, dat is natuurlijk een mooi feest voor de club met name, maar ook voor de groep. Dus... Jullie maken het toch weer even spannend, hè? Ja, als je vandaag de wedstrijd hebt gezien en je kijkt naar de eerste 35 minuten, was het gewoon genieten, denk ik. Als je dan 5-0 voor staat, dan doet er hem niks vertellen. Nou goed, dit is een 2-0, dus in principe ook niks mis mee. Na de tweede helft ga je gewoon door, maak je 3-0. Ja, je hebt zoveel kansen, ja, en dan wordt het uit het niets. Zij schieten twee keer op goal en maak je 2 goals. Ja, dan wordt het weer spannend. Ja, en dan is Christoph Tanker natuurlijk een fenomeen. Ja, die komt erin en die maakt 2 goals. Ja, goed, dan, we hadden een live verbinding met Pax. Ja, Pax 1-0, sportieve plicht, moesten ze ook wel. Ja goed, dan is het alleen maar prachtig. Wat me wel opviel in deze wedstrijd is, want ik had de wedstrijd van Vassen wel ergens van ze ook gezien, maar jullie straalden rust uit. Ja, behouden ze die fase dat we 2 goals tegen kregen. Was het even wat paniekerig, maar ja, dat is ook logisch. Ja, dan komt het nog druk op de club te staan en op het team. Maar goed, we hebben, als je vandaag ook kijkt, we hadden met Usby en Justin, dus onze 2 vaste rechtsback en linksback, ja, die hadden we niet. Ja, dan moet je met Eugène Wiggers en Julian Paquette uit de derde moet je gaan repareren. Nou, als je ziet hoe de jongens dat gedaan hebben, fantastisch, respect. Heb je nog heel even een moment gehad na de wedstrijd Eibergen, RKZ, VC, Vassenveld, dat je toch een keer achter de oren even krabbelde? Nou, het klinkt misschien arrogant en word ik wel vaker verweten, maar eigenlijk niet. Als je ziet hoe wij hier trainen, ja, mensen zien die trainingen niet, is dat gewoon van zo'n groot en hoog niveau. Nou, dat zag je vandaag ook in het positiespel. Ik bedoel, Doetinchem is toch de nummer 4. Als je ziet hoe wij, en dan lijkt het spannend natuurlijk met 5-2, maar als je ziet hoe wij ze de wil op hebben gelegd en ontzettend aan de bal ontzettend sterk gespeeld hebben. Ja, ik denk, we hebben 12-13 kansen gecreëerd. Ja, welke club doet dat nog?
Goed, dat maak je ze niet allemaal, maar je creëert ze wel. Dus eigenlijk zijn we niet in paniek geraakt. Geniet ervan, van het kampioenschap. Dankjewel. Dank je, jullie ook. Crystal Tanking, wat een goal! Ja, dat was puur geluk hoor. Ik maak een lekkere actie, maar toen wilde ik een voorzet op Jermaine. Die stond klaar om in te tikken voor de goal. En ik raakte verkeerd. Hij dwarrelde super mooi in. En toen was het eigenlijk wel klaar deze wedstrijd. Het is wel leuk natuurlijk hè, voor jou ook. Dit is ineens een fusieclub. Je hebt bij WVC ook wel een hoop dingen meegemaakt. Ups en downs. Het was eigenlijk een super mooi feest. Heel lang naar uitgekeken. En vorig jaar gelijk weer eruit gegaan, gedegradeerd. Dus ja, het was een moedje voor ons dit jaar. We moesten gewoon echt. Dat het nu uitkomt, dat is fantastisch. We hadden eigenlijk gerekend dat het volgende week zou gebeuren. Maar dat het nu al gebeurt thuis, dat is voor deze club ook fantastisch, denk ik. Gefeliciteerd. Dankjewel.